Ik kijk met verbazing terug op ons leven. We droomden, we speelden of wat deden we, verdomme. Dit is de echte werkelijkheid. En die is niet om uit te houden. Wat gevoelens betreft was Peter een mens op sterven na dood. Ik hou van hem, ik hou al jaren van hem. Peter Egerman verklaarde dat hij het meisje had vermoord. Hij was nog steeds volmaakt rustig, bijna onverschillig. Ik droomde dat ik sliep. Leef ik eigenlijk wel? Of was die droom mijn enige korte moment van leven?